jongens, daar ben ik weer met de vlog van Action en van Primark, van Lidl. En ik weet niet of ik deze keer van Kruidvat heb, maar dat zullen jullie dan wel zien. Rani wil er weer bij zijn zoals altijd. En het heeft een tijdje geduurd. Ik had ze al gekocht, maar ik heb nu even tijd om het online te zetten. Dus waar zullen we beginnen? Als ik geen bon heb, dan weten jullie het. Liken kan, abonneren kan. En doe jij ook met me mee? Oké, gaan we het samen doen. Oké, let niet op de geruis van de tas. Bij Action hadden ze weer de huishoudhandschoenen. En het zijn de zwarte. En is één maat. En eigenlijk is het voor in de keuken. Dus voor de café en de restaurant. Is het ideaal. Er zitten 100 stuks in. Dus ik heb er 1. Ik heb er 2 pakken van gekocht. En ze waren per stuk voor €9,95. Dan zijn we de restaurant aan het schoonmaken. Ik ga ze met de folie van Marmer Look ga ik ze bekleden. En die waren voor, even kijken hoor, €1,29 per stuk. Dan voor de restaurant ook handschoenen voor de schoonmaak, €0,46. Sponsdoekjes voor de huis, €0,99. Dan hadden ze deze print, pantenprint kussentjes waar je, de kussen in kan zetten. Heb ik ook 2 van genomen. En die waren per stuk voor €1,99. Voor de restaurant van Spargo. De, even kijken, hoe noemen ze het? De pannenspons. €0,78. Nog eentje. €0,78. Voor de jongens een stofferen blik die stuk is gegaan. En die was voor €0,89 maar. En zoals altijd de gebruikelijke handgel die ik meeneem elke keer als ik er langs kom. Voor de restaurant, voor de café zowel handig. Voor huis overal handig aan. En die was voor €1,79. Gaan we door, snel door met de andere gel. Met de andere Action. Want we moeten ook nog naar de werk. Gaan we verder met de andere. Even kijken hoor. Deze sport BH. In een maatje XL. Nu dat ik ben aangekomen, zijn deze BH's heel erg handig. Was voor €3,99. Dus ik heb er meteen 2 van gekocht. Eentje in het roze ook. Dus die. Dan, wat hebben we daarna? Ook heel erg handig, de comfort BH's seamless bra in het groen en in het donkerblauw. Ideaal, een uitvinding. Ik heb het uitgevonden. Die waren voor €2,79. Dan de crispy Milky Way rolls. Kan ik nu gewoon normaal eten voor €1,65. De gebruikelijke kattenbakvulling van Rani met lavendelgeur. Die was voor
Even kijken. 2,69. Dan hebben we die niet. Even kijken hoor. Wat is het? De eyepencils. Kan ik niet zo snel vinden, maar dan gaan we over op de. Ik heb er nu de Galaxy S10. Een tijgerprint hoesje. En een zo'n kaarthouder hoesje. En die waren voor 2,49. Deze was voor 1,49. Slippers voor de jongen aan de andere kant. En die was voor 2,99. De kabel voor de S10. En die was voor 1,29. Dan hadden ze nieuwe maskers. Ik heb ze alle drie genomen om, ja, we zien wel hoe het is. Het is Pink Rubber Face Mask. Dat is deze. Moet je mixen. Dan heb je de Gold Rubber. En de Green Rubber. En die waren per stuk voor 1,39. Dan heb ik ook nog de gebruikelijke handgels. Twee stuks. En die waren voor, even kijken hoor. Nou, ik zei het nog net hè, handgel. 2,22. Dan voor mijn sleutelhanger met een hartje in het roze. En die was voor, even kijken hoor. Moet niet zo duur zijn. 99 cent. Haarklipjes. Allemaal verschillende soorten. Heb ik specifiek in het zwart genomen voor de kleine losse haartjes. En die was voor 99 cent. Dan doen we nog een paar kleine dingetjes. De oogpotloden van Max & More van Action, jongens. Een uitvinding. Al die dure oogpotloden. Nou, schrijf het maar op je buik. Gewoon deze. Top. En ze zijn ook nog maar eens, even kijken. En heel goedkoop, dat weet ik wel. Nou. Nu vind ik het dus niet meer. Kom op. Nee. Nou. Het is niet duur. Dat weet ik wel. Nou zeg. 88 cent maar. Voor drie stuks, hè? Nog wel. Dan heb ik de twee concealers. Eentje van Roasted Walnut. En eentje van Honey. En de concealers waren voor 1,19 per stuk. Dan heb ik zo'n Cosmopolitan cardholder voor achter op je telefoon.
En die was voor... Even kijken. 99 cent. Dan heb ik deze styluspen voor op je telefoon om te tikken. Soms is het wel moeilijk met mijn nagels. Dus is wel altijd handig. Voor 67 cent. En dan heb ik een aantal kwasten. Deze eyeshadow blending brush. Dan heb ik een shadow brush. En een eyeshadow blending brush. En ze waren allemaal voor... Even kijken hoor. Nou, 74 cent maar. Ja. €4,70 per stuk. En daarmee kom ik nog niet tot einde van Action. Want ik heb nog een paar spulletjes van Action. En dat is deze grote kaars van €6,95. Ik vond het heel mooi. Dat goud eromheen. Dus die. En we houden weer even nieuws. Body mist van Minnie Mouse. En even kijken hoor. I Dream in Polka Dots. Met Polka Dots. En die is met Sparkling Body Mist. En die is met Rocking Dots. En die waren per stuk. Waar is het bonnetje? Hier is het bonnetje. En die waren per stuk voor €2,79. Dat gezegd hebben, zijn we ten einde bij de Action. We gaan door met... Wat zullen we doorgaan? Eerst een paar de kleine spulletjes. Bij... Even kijken. Trekpleister. En Lidl. De twee kleinste. Oké, dan gaan we verder met... Niet trekpleister, kruidvat. Heb ik deze short gekocht. Met snake print. Hoe noem je dat? Leuk uitzien. Even kijken eigenlijk. Ja, mijn kleding is allemaal nieuw aangeschaft. Ja, heeft een mooi printje. Nou, die... En die was voor €6,99. Die was bij Kruidvat. Bij Trekpleister heb ik deze Sanix gekocht. Ik heb het bord niet meer, maar ik denk dat die 3 nog wat was. Een hele grote pak. En heb ik deze tas voor €14,95 gekocht. Is een rugzak. Als een rugtas heb ik mijn tasje bij hangen. Genoeg ruimte voor allemaal spulletjes erin te zetten. En voor mij is het altijd sjouwen en mijn tas die altijd van mijn schouders afvalt. En zo kan ik hem gewoon achter op mijn rug meenemen. Hij was voor 34 nog wat. En nu was hij afgeprijsd voor 14, voor €15. Dus... Mooi meegenomen. Dan bij Lidl. Zoals ik jullie vertelde, ga ik in de toekomst, als alles weer normaal is en ik mijn gastric bypass heb gehad, ga ik beginnen met de nagelcursus die ik krijg vergoed. En daarvoor hadden ze bij Lidl deze Silvercrest nagelstudio set. Als ik wat vind, dan koop ik er telkens bij. Want ik kan altijd van de kast vastkomen. Zo eentje heb ik al. Nu heb ik er dus nog één. 2 nageldrogers. Met allemaal attributen. Voor maar €25.
Dus, dat was Lidl, een kleine boodschapje. En dan gaan we verder met Primark. Dan als laatste Primark. Hele tas gescheurd, maar goed. We gaan het kijken wat erin zit. Deze gewoon even jurkje. Allemaal in grote mate, want ik moest allemaal nieuwe kleren aanschaffen. En even kijken, hoeveel was deze? 9 Maar hij was niet duur. Want ik heb hem al aangehaald, dus ik heb de prijs al weggehaald. Ik zal het niet weten. Maar goed. Dan deze BH. Voor maar 7 euro. In het roze. Dan deze rokje met knoopjes. Ook in een grote maat. Van 15 euro naar 7. Dan nachtkleding, eventjes erbij gehaald. Deze Minnie Mouse. Gewoon lekker luchtig. De blouse ervan. Een beetje krop. En de korte broekje ervan. En trouwens, ze waren allemaal voor 11 euro. Deze is ook voor 11 euro. Ook zo'n krop topje wijd. Met de bijpassende broekje. Dan deze blouse. Was van 16 naar 7. Gewoon voor wijd om te dragen voor nu. En dan deze 2 topjes om onder je kleren te dragen. Gewoon even zwart. En ze waren van 5 naar 3. Meteen alle 2 meegenomen. Dat gezegd te hebben, jongens, kom ik nu op het einde. En iemand vroeg me, waarom doe je niet een weekvlog? Toen dacht ik, oké, ik begin eraan. Nou, ik begon en ik dacht, nee jongens, het is niks voor mij. Ik heb het geduld er niet voor, ten eerste. Ik heb niet veel te beleven, want heel vaak ben ik gewoon hetzelfde aan het doen. En om een hele week, telkens stukjes. Nee jongens, ik heb er geen geduld voor. Ik doe dit nog altijd voor mijn plezier. En dat lijkt me een verplichting. Elke dag, elke week, elke... Nee. Misschien dat ik het ooit in de toekomst, als er iets is wat ik, zoals bijvoorbeeld de maagmond. Als die naar de gastric bypass gaat, misschien ga ik die week wel vloggen. Want dan is het weer interessant. Dus, tot dan. Hoop dat jullie hebben genoten. Take care. Thank you.